Zondag 16 februari vond de tweede voorronde van Kunstbende plaats in de Vooruit in Gent. Kunstbende is een talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot 19 jaar. En zij kunnen op verschillende terreinen, foto, beeldend, muziek, meedoen aan deze wedstrijd. En er zijn juryleden die hen beoordelen. En degenen die vandaag geselecteerd worden, die mogen dan meedoen aan de grote finale in Turnhout. Wat betekent kunstbende voor jullie? We vinden het leuk om een dans te maken natuurlijk. En ook het hele gebeuren er rond is superleuk. De week die je kan winnen en de weekends en zo. Ja, dat is echt heel tof. Waarom zou je anderen aanraden om mee te doen aan kunstbende? Omdat dat is gewoon superleuk, omdat je nieuwe mensen leert kennen. En je ziet allemaal zo kunstvormen en zo. En ja, je kunt creatief zijn, dat is wel leuk. Waarom zou je anderen overtuigen om deel te nemen aan kunstbende? Voor de professionele raad en voor de toffe sfeer en ja, de toneelstukken en de muziekoptredens die je kunt zien, daar alleen al voor zou je moeten meedoen aan kunstbende. Op wat let u bij het beoordelen van de werken? Vooral de achtergrond van waaruit dat ze dingen maken, want op deze leeftijd, het is een vrij jonge categorie van 13 tot 18 jaar. En op die leeftijd zijn ze eigenlijk nog niet zo goed in echt esthetische uitwerkingen en correcte composities en zo. Maar wel een goede achtergrond, dus eigenlijk hoe dat hun werk ontstaat. Voor wie kom je supporteren? Voor de Mighty Machine. Dat zijn zo de jongens die op onze school zitten. Door het amuseren eigenlijk gewoon. Dan moeten we niet studeren, we moeten niks voor school doen. Dan is het gewoon cultuur. Muziek. Om het, ja, muziek, moet ik dat zeggen.